En hoe ziet ons programma er morgen uit? Wel, Skokie om 7:15 voert een voor één keer geen lollentap de Danny Kay voor het voetlicht. We zien hem dan namelijk een sterke dramatisering van Ernest Kinoy, waarin wordt getoond hoe inwoners van Skokie in 1977 in een bittere controverse terechtkwamen toen ze probeerden demonstratieoptochten van neonazi's te voorkomen. Skokie dus, een film uit 1981, morgen om 7:15. En als u wil weten hoe men het in Duitsland aanlegt om de boog niet altijd gespannen te laten staan, dan moet u kijken naar de 9e les van Sprechen Sie Deutsch of Man kann nicht immer arbeiten om 9:15. Maar voor vanavond zijn we toch wel rond. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Kijk eens, meneer, de muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar... Hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, nu zult u wel even opkijken. Hou u maar even vast in de piano. Leed. Leed? Ja. Hoe bedoel u? Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW, wat... daar nogal verzorgd. We hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden. U componeert zelf. Bent u al opgenomen? Ja, maar het was niet ernstig. Nee, ik bedoel... Ik neem niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen? Oh ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken. Mag ik u dan nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan? De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook fiscaal niet achterhaalbaar. Wat denkt u van mijn stem? Ach, nee. Zingt u eens A? A. Ja, ik hoor dan. Nou, dat is niets, hè. Maar laat u... Wat, zingt u maar een liedje? Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik. Die hand van die mond af, ja. Ich hört ein Bächlein rauschen. Oh, stop.